Tom, was het afgelopen vrijdag een wedstrijd om snel te vergeten of hebben jullie er ook wel weer lering uit kunnen trekken deze week? Nou, ik vind uiteindelijk een wedstrijd, of je nou wint of verliest, moet je lering trekken. En dat hebben we hier ook gedaan. Maar het belangrijkste was de 3 punten afgelopen vrijdag. Ja, voor de mensen op de tribune misschien niet zo spectaculair, maar ik denk wel interessant voor een trainer. Ja, wat ik van tevoren eigenlijk aangaf, ik vind dat AZ het heel goed voor elkaar heeft. En dat zie je nu ook in de Youth League, waar ze makkelijk van de topploegen van Europa winnen. Met jongens die we nog niet kennen. Maar ze hebben gewoon een hele goede structuur in hun club en een manier van spelen die dus over alle elftallen wordt uitgevoerd. En het maakt dus niet zoveel uit wie je tegenover je hebt staan. Het zijn jonge jongens. Maar ook fysiek vond ik ze aardig in orde. Ja, Lucas Schoof speelde rechtsback. Misschien een beetje schuiven ook zeg maar, op het veld. Had je het gevoel dat de spelers daar wat moeite mee hadden? Dat ze dat even aan moesten wennen? Nieuwe bezetting? Ja, dat had ik heel erg. Nee, maar dat is ook niet erg. Maar het pakte niet echt goed uit. Maar dat weten we voor de volgende keer. Dat is ook iets wat je meeneemt. En uiteindelijk een 2-0 voor Regino Sicilia. Ja, mooi moment voor hem toch? Ja, Regino traint de laatste weken een stukje beter. Heeft een moeilijke periode gekend hier door privéomstandigheden. Is nu aan het opkrabbelen en dat zie je terug. En de momenten die hij krijgt in de wedstrijden vind ik dat hij het uitstekend doet. Hij komt erin tegen ADO. Dan wordt gelukkig tegen zijn hak aangeschoten, waardoor dat hij een doelpunt scoort. Nu scoort hij weer een doelpunt. Dus hij doet wat hij moet doen. Houdt ballen vast. Is strijdbaar. En dat hebben we wel eens nodig. En morgenavond op naar Os. Lijkt me een hele andere tegenstander dan AZ. Ja, Os is de laatste weken goed bezig. De laatste 5 wedstrijden 4 gewonnen. Waaronder tegen VVV en Jong Ajax. Dus die zijn goed bezig. Dus het zal geen makkelijke pot worden, maar we moeten daar vol vertrouwen naartoe gaan. Ja, waarin vind jij dat ze goed bezig zijn? Nou, ik vind de manier van spelen die ze nu hebben is wat vaster als voor de winterstop. Ze hebben een aanspeelpunt, ze hebben lopende mensen daaromheen. Het staat compact, dus ik vind dat ze een goede organisatie hebben. Dus we zullen de oplossing zelf moeten vinden. Ja, waar heb jij dan nadruk op gelegd afgelopen week op de training? Nou ja, dat zijn dingen wat onze spelers, wat belangrijk is voor onze spelers en eigenlijk niet zozeer voor Topos. Dus ja, we zijn met dingen bezig geweest waar we denken dat wij Topos pijn kunnen doen. Ja, ik sprak samen met Armenteros gisteren in een interview. Die zei van ja, het wordt steeds stabieler bij ons, veel vertrouwen. Merk je dat ook bij de spelers? Ja, maar kijk, als je overwinningen, dan is het vertrouwen makkelijker en dan kun je ook wat meer eisen van jongens. En dus de overwinningen in lastige uitwedstrijden die we gehad hebben, die zijn gewoon belangrijk geweest. En dat hebben we goed gedaan en dan moeten we doortrekken. Welke spelers zijn er morgen absoluut niet bij? Naf is er nog niet bij, Abed is er nog niet bij, Sam niet, Polly niet. En voor de verdere rest is iedereen wel redelijk fit. Top, succes! Dank je.